Op 21 september is de nieuwe General Aviation Terminal op Schiphol-Oost officieel geopend. Reden voor een feestje, met een hapje, een drankje en een aantal heel bijzondere gasten. General Aviation, kortweg GA, is de internationale benaming voor privé- en zakenvluchten met vliegtuigen voor maximaal 19 passagiers. Op Schiphol-Oost worden jaarlijks ongeveer 4.500 businessjets afgehandeld. Ruim 2 maanden geleden werd de terminal voor het eerst in gebruik genomen. De afhandelaren zijn tevreden, wij zijn tevreden. En heel belangrijk is ook de gebruikers, de echte gebruikers, degene die hier komen en vertrekken met een privévliegtuig, die zijn ook zeer tevreden. De nieuwe terminal heeft een opvallende vormgeving. Bij de inrichting staan gebruiksvriendelijkheid en gastvrijheid voorop. Mensen willen snel en efficiënt van en naar het vliegtuig. Mensen willen vaak niet herkend afgezet worden naar het vliegtuig of hier aankomen weggaan. De hele ambiance moet er een bepaalde kwaliteitsuitstraling hebben. Dat is iets wat aan deze tijd en de verwachtingen van deze passagiers voldoet. Het concept van de terminal is multifunctioneel. Dit betekent dat in het gebouw zowel afhandelaars zijn vertegenwoordigd als bedrijven op het gebied van vliegtuigonderhoud en beheer. En wat zijn dan zo al uw klanten? Ja, overheid, maar ook DJ's bijvoorbeeld op tours die dan meerdere optredens op één avond hebben. We hadden recentelijk iemand die moest ergens optreden in een Europese hoofdstad. En na afloop daarvan 2 uur later in een andere Europese hoofdstad. En dat dan tussen 12 en 2 uur 's nachts. Dan is zo'n investering is het meer dan waard om een vliegtuig bij ons te huren. Kijk voor meer informatie over de GA-terminal op schiphol.nl.